En wat ze is, is ze. Ik hoop ook dat ze met onze vrienden, waarvan ook heel veel homoseksueel zijn, dat ze daar gewoon ook misschien iets van kan leren. Of in ieder geval kan denken van, goh, je leven als homo kid is toch heel normaal. Dus, zo. Robins grootste wens is iets wat hij nog nooit heeft gehad. Een paar Nikes. Het is allemaal heel duur en iedereen van mijn school draagt het. En dan hoort hij er niet bij. Nee. Ga ze passen. Dit wilde je al zo lang hebben. Normaal, als ik op school kom, dan hebben alle mensen eigenlijk nieuwe schoenen. En dan loop ik eigenlijk met oude schoenen. Want ik geloof dat die schoenen nou al een jaartje had of zo. En die waren al helemaal kapot. Maar iedere keer als ik op school kwam, dan was het weer niet goed genoeg. Of dan hoorde ik er niet bij. En toen zag ik die schoenen en toen dacht ik van ja, ik wil er wel een keertje bij horen. Gek, hè? Ja. Het is heel raar. Dat je normaal die lelijke schoenen koopt. En dan breekt er iets bij Chantal. Wat is er nou? Oh, ik ben zo blij te zien. Alleen maar mooi toch? Hé? Maar ja, dan schiet je even vol. Dan heb je zoiets van... je kijkt naar zijn gezicht. Ga ik weer. Oh. Alles voor mijn kinderen. Hi. In Hoogvliet gaan Gert-Jan en Johan de hobby van de ribzaadjes overnemen. Vissen is natuurlijk een relatief goedkope sport. Dus ik kan me helemaal voorstellen dat voor mensen die het niet heel breed hebben, dat dit ja, redelijk makkelijk is. Heb je al wat? Nee, maar het voelt. Ik ga als iets vinden. Ik voel het gewoon. Ik heb hem! Ja, pak hem, pak hem! Ik wist gewoon. Ja, pak! Abba! Dit deed ik vroeger ook altijd, zo. Nou, ik ben trots op je. Oh, het werkt wel dus, hè? Ik wist het gewoon. Wow, ver. Hoppa! Vis is niet mijn ding of zo. Nee. Ah, nee, ik vind het wel sloom. Ja, je hebt geen geduld, maar je hebt sowieso geen geduld. Nee. Ja, dit bedoel ik nou, ik vind het gewoon te saai, dit. Anders gooi je ook een engeltje uit. Ik vind het wel even lekker zo langs de kant. Vrije natuur. Ja, dat is toch heerlijk. Ik ging vroeger met mijn vader ook veel vissen. Ja, weet! Jammer, joh. Hoe lang ga je dit volhouden? Zo? Ik heb al 2 uur niks gevangen. De ribzaadjes gaan Ibiza vanaf het water bekijken. In een speedbootje op stand. Dit is luxe. Dit is heel luxe. Hij zei al een Lamborghini op het water. Een Lamborghini op het water? Ja. Dit is gewoon geweldig. Als je op zo'n boot mag gaan zitten en dan zo hard je lekker over die blauwe zee mag varen. Ja, dat was super. Echt super. En hoe super. Robin mag zelfs zelf varen. Ja, je zit hier. Ik had heel erg naar mijn zin en ik voelde hem wel oké. Macho. Ja. Café Rolleman. Wat moet ik aan? Ik wilde eigenlijk wel netjes gaan. Maar ja, daar is er helemaal geen café om netjes te... Ik had natuurlijk die soort van smoking joggingbroek met het overhemd. Maar daar wil ik dan ook mijn smoking schoenen bij aan. Ja. Ja, anders heb ik ze voor niets meegenomen. Gert-Jan. Het bezoek aan Café Rolleman hangt al de hele week als een zwaard van Damocles boven het financiële hoofd van Johan en Gert-Jan. Goedenavond. We schrokken een beetje toen we binnenkwamen, want iedereen stond naar ons te kijken. Hoi, welkom in de Rolleman. Hoi, Bianca. Hoi. Willen jullie drinken? Dat ligt eraan wat het kost. We gaan ook eten straks. Ja, jullie gaan ook eten. Ja, nou, we hebben nog 16:25. Oh, dat is niet veel, hè? Nee, daar moeten we het hele avond nog mee doen. Nou, ik ben zo een beetje nerveus, want we hadden 16,25 euro over. We hebben nog lopen tellen buiten. Ik dacht, ja, als het nou een minuutje 57 is, dan redden we het net. En dan kunnen we niks drinken, hè? Nee. Nou ja, je kan heel de avond zitten, want deze dag is van ons. Nee. Oh, ja. Wat aardig. Is het speciaal voor ons? Of doe je dat vaker? Nee, dat is elke woensdag. Elke woensdag hebben we gratis eten voor de mensen die het wat minder hebben. Ja, en dan kunnen ze gewoon eten, ja. Wow. Ja. Alleen de drank moet je betalen. Alleen de drank moeten ze dan betalen. Ja, gewoon 16,25 euro drank. Ja, dat is sowieso. Ja. En ja, toen bleek het ineens een hele andere wending te krijgen. En konden we gratis eten. Ik vind het wel heel bijzonder. Ja? Ja.
En ook wat jij doet, vind ik echt heel bijzonder. Ja. Nou, ik krijg ook tranen in mijn ogen, joh. Ja. Ga je uit? Ja. Dus, ja.